Ja, goedemorgen René. Ik zit nog aan mijn koffie, man. Ja. Goedemorgen. Heerlijk. Maar hoe ga je om met kritiek van buitenaf? Nou, Nico, paardenlul. Voor mij is dat het één ding als ik wakker word. Hup, naar dat toilet. Dus dat is heel makkelijk, Rico. Daar hoef je niet over na te denken. En het eerste wat jij doet is op record. We zeggen niks tegen elkaar en boem, we zijn erin. Dus het is echt wel wakker worden, Nico. Dus, Criticus. Kun je maar eerst uitleggen wat een innerlijke criticus volgens jou is? Want dat is weer zo'n omschrijving dat ik denk, wat moet ik ermee, Nico? Als je dat doel duidelijk voor ogen hebt, dan kunnen we ook wel elke podcast gaan zeggen, oké, dan gaan we dit onderwerpje vastpakken, want dit is wat ik vandaag ervaar. Ja. En dat hak op de tak, daar kunnen jij en ik allebei volgens mij wel... Dat is een grote valkuil van ons allebei. Dus wat dan weer denk ik een goede is om ook na te denken van stick to the plan. Die mogen lukken, die mogen falen, jullie mogen ons haten, jullie mogen van ons houden. Het liefst het tweede, maar het eerste is ook goed, want dan raken we in ieder geval wel iets in je. Dat is precies de bedoeling. Raak. Precies. Toen ik verliefd was, en dat ben ik nog steeds eigenlijk op Anne. Toen ik net verliefd op haar was. Mam, toen kon ik echt, toen kon ik alles aanhouden. Wat mooi. Nee, maar toen trainde ik twee keer per dag. Toen deed ik mijn onderneming runnen. En dan s'avonds lag ik bij haar in bed. Toen sliep ik niet zo heel lang. Nee. En in die periode, waar die energie vandaan kwam, dat weet ik niet. Maar dat is het moment dat ik me het meest energiek heb gevoeld ever. Mooi, dan kunnen we hem niet afsluiten, Niek. Ik vind het fantastisch. Dus laten we met z'n allen wakker worden. Ja, lijkt me een hele goeie. Wakker worden! Wakker worden! Wakker worden! Wakker worden en maak er een mooie dag van, vriend. Dus ik zeg wakker worden en see you next time, hè.